Ja, we gaan dus weer naar de bunkers. Vorig onderzoek is even een beetje in het water gevallen. Dus PR gaat ons redden. Ja? Even kijken, wat zei jij? Wat wil je zien? Oppassen, okay. Dat is er wel. Ik weet niet. Ah, het is leuk voor de bloopers. Ik heb puur mijn zak, maar ik ben even aan het filmen nu. Het dreef is er weg. En we zijn een blokje gelopen, we zijn gewoon weer op pad. We zijn over prikkeldraad heen gegaan, door prikkelbosjes. En die dreef even polshout aan het nemen. Een lamp uitzetten. Gewoon te fel hoor, twee lampen. Ah, daar komt Dree alweer. Hoi. Ja, is het zo fel? Mm-hmm. Ja. We gaan aan het filmen. Ik wil nog niet uit, toch? Dat is goed, toch? Nou, dat heb je er verder. Hij heeft de bunker gevonden. Ah, ik ben hier wel eens geweest, hè? Kim. Huh? Ik ben hier wel eens geweest met Enrico. Goedenavond. Het is helemaal geleden. Dat hier wat aanwezig is, dat hier een paar kastjes staan. Dat is niet bang voor te zijn. Dat is met de groene lampjes. Dan kun je weer communiceren als je die aanraakt. Met een lampje branden. Dan weet je dat je hier bent. Radio schilt, dat zullen we herrie maken. Als ik die stemmen uitdruk, dan kunnen we die horen.
Dan ben je niet om je weg te jagen. Probeer het volstok eruit, hè. Als je zo hard en zo duidelijk mogelijk je naam probeert te zeggen. Maar is je batterij helemaal leeg? Batterij leeg? Weet je? Dat is een nieuwe in je tas. Okay. Ja, dat is je batterij. Van nummer... Goede avond, ben je hier nooit? Wel, oké, maar je weet niet of je het is. Ja, ik ben al zo. Ja, dat zijn er minder. Wat was dat? Dat was dit. Ja. Ik kan hem wat verwerken, ik zie er wel een veel meer. Ja, ik kan uitzetten. Een beetje andere apparatuur niet hier. Staat er nog een? Welke? Maar even hier.
Kimberly die eraan komt. Kun je toevallig haar naam ook zeggen, Kimberly? Ik wil u bedanken voor dit korte gesprek. Of wou je nog iets kwijt? Ik kan dat nu zeggen. Oké, dankjewel. Einde sessie. Ik zie een kastje lopen, man. Een radiootje. Ik kan met u communiceren. Ik kan u niet zien. Ik kan u voor eerst ook niet horen. Zou u aan ons kenbaar willen maken? Zou u maar uw naam vertellen? Wat is uw naam? Mijn naam is Daniel. Ik ben onderzoeker. Ik vraag me af of hier nog mensen zijn achtergebleven in de bunker. Ik ben hier niet om u weg te jagen. Misschien kan ik u helpen. Wil je heel zacht? Zou je wat harder kunnen praten? Ja. Bent u een vrouw? Helemaal.
Zeg je wat? Nee, die muziek. Zou je dat kunnen herhalen? Ik hoor je heel zwak. Aan de andere kant heb je het ook wel gemaakt. Mm-hmm. Heb je een aantal kastjes liggen met groene lampjes? Kastjes doen hier niks. Als je die aanraakt, gaat er een lampje branden. Daarmee kunnen we zien dat je hier aanwezig bent. Zou je dat eens voor mij willen proberen, alsjeblieft? Als je wilt dat we dat lampje uitzetten, zou je ons dan een teken willen geven? Zou je aanklopt dat? Ja. We moeten naar links zo. Zou je aan? Kun je ons je naam vertellen? We moeten hier zo naar links. Zo. Hm? We moeten zo daarheen. Daar, in het halletje. Heet je alleen? Kom je toch meer? Voor een vrouw klopt dat? Ja, inderdaad. Ja. Doe je het ook? Ja. Maar wij worden met hier ook wat gedaan komen. Ja. Ja, maar ik ga niet de stad aan het krijgen. Kun je er iets voor mij doen? Echt zwart uit die burger. Ja. Ja, dat is heel duidelijk. Mm-hmm. Toen ik het met camera. Bukken hier.
heeft hem lekker op de weer geland. Kijk, en dit is er, ja, en dan kijk ik. Zit hij hier in? Ik vind het een schuld. Allemaal mijn schuld. Blijf schrijven. Hier, hier. Boete. Jezus. Kijk uit, stenen. Ja, moet je hem hebben? Echt hoor. Bimbo. Hoi, hoi. Kijk uit, stenen. Trappetje. En kijk uit voor je hoofd. Hier moet je echt diep bukken. Hier heb ik die foto gemaakt. Hier is het koud. Hier is het koud, man. Hier nog een stukje bukken. Dan kan je hier weer staan. Mijn naam is Ben. Ik weet niet of jullie mijn naam kunnen nazeggen. Ben. Naast mij zit Sandra. Wil jullie Sandra zeggen? Kan je me vertellen hoe je bent overleden? Even kleur haar. Wat jullie kwijt willen? Vinden jullie het vervelend dat die hier zijn? Bent u Duits of Nederlands? Weet jullie welk jaar het is? In welk jaar bent u gestorven?
me vertellen hoe oud je bent? Kan je ons zien? Heeft u veel last van de hang, jongeren? Kunnen jullie je rust vinden? Ben je verdrietig of ben je boos? Vindt u het vervelend dat wij hier zijn? Kimberly die eraan komt. Wil je toevallig haar naam ook zeggen, Kimberly? Ik wil u bedanken voor dit korte gesprek. Of wou je nog iets kwijt? Ik kan het nog niet zeggen. Dankjewel, einde sessie.